Heel goede dag, dames en heren. We zijn er vandaag weer opnieuw. Vandaag hebben we al een ramentint erop zitten. We hebben de voorramen gedaan en we hebben de achterramen gedaan. Kijk. We zien natuurlijk al een beetje nog, zeg maar, de vochtigheid achter de folie. Zien nog. Pitch black, 5% aan de achterkant, 30% aan de voorkant. Maar. Dus vanavond gaan wij weer werken aan de E36. En dan komt de volgende auto alweer binnen. Dat is een Seat Ibiza, die is al eerder bij ons geweest. Deze gaan wij volledig rappen in Satin Psychedelic van 3M. En dat wordt echt heel gaaf. Want hij heeft ook een zwart velg, et cetera. Dus dat gaat echt super tof zijn. Nu ga ik even wachten op de klant dat hij zijn auto komt ophalen. En dan gaan wij richting huis eten. En dan work aan de E36. Look. Gisteren hebben wij dit mooie dingetje bevestigd. Dan kan die overal mee naartoe. Met dat ding kan die gesleept worden, voor de mensen die het niet weten. Deze kleur die gaat er binnenkort weer af. Ik ga nog niet verklappen welke kleur erop gaan doen. Kan het een beetje hier zo zien, maar... Ja, dat is wel duidelijk, hè? Maar in ieder geval, deze stoel staat er nog niet volledig vast in. Moeten we vanavond eventjes doen. Die staat al wel volledig vast. 6-punt gordel komt ook hier. Die hebben we daar liggen. Dan is die in principe voor hoe die erbij staat. Kan die weer rijden. De 6-punt gordel zit er al stevig in. Kan niks meer omheen. Kijk eens even. Mooi van Eltex zo, hè. Ja. Goed zo. Dus, ik ga eventjes teleporteren naar vanavond. Kijk eens even. We zijn vandaag weer aanwezig. Lekker vroeg. Het is nu 7 uur in de ochtend. En we gaan deze mooie kleur. Erg mooi. Die gaan wij op de Seat hier zo plakken, die jullie al hebben gezien. En deze auto, die is al eerder bij ons geweest. Kijk eens even. Er zit een hele mooie streep, een dubbele streep. We hebben gechromd lief. We hebben ook de achterlichten gesmookt. We gaan eerst alles schoonmaken. Want dat is een ding. Hij is nog niet schoon. En ik ben een beetje huiverig over het gedeelte van dat we hem... helemaal gaan afspuiten, want dan zit er overal water. En dat gaan we niet doen. We gaan eerst alles demonteren wat we met demonteren moeten. Dan gaan we voor vandaag beginnen sowieso met de zijkanten. De zijkant is een prio voor vandaag. En ik hoop dat ik de motorkap, dak en achterklep kan doen vandaag. Dat ik eigenlijk alleen morgen nog de bumpers moet doen. Dus ja, we hebben wel wat werk te doen vandaag. Maar ja. Gaan we gewoon fixen. Ik ga nu alles eventjes demonteren. Dan kom ik bij jullie terug wanneer ik de zijkant aan het doen ben. Die gaan we netjes afsnijden bij de raamlijsten. Onder de zijkant. En we gaan het gewoon weer doen! Ik weet niet wat ik moet zeggen. We gaan gewoon beginnen. Nou, we zijn letterlijk 2 uur verder. En ik loop tegen een probleempje aan. Want... Seat Ibiza 6J van 2009 tot 2017 heeft een spiegel wat op de deur is gemonteerd. Kijk, daarboven zit gewoon lak. Dus we moeten daar omheen werpen of de spiegel demonteren. Nou, ik ga ervan uit dat de spiegel gewoon gedemonteerbaar is. Nou, die hebben we ook gevonden. Deze moet je losdraaien. Dan krijg je de spiegel eraf. Alleen, dan zijn de draden nog niet eruit. Dus... wij hebben zitten kijken onder het deurpaneel. Kijk, is het los? Kom je na 2 uur met Seat aan de lijn, Seat Nederland. Dus ik heb even instructies opgevraagd. Kom je erachter, kom je erachter dat vanuit de spiegel zo, zonder connector, dus zonder connector hier, naar de spiegel toe, loopt de draad helemaal zo hier tussendoor en weer het dashboard in. Nou, daar ga ik niet aan beginnen.
Dus we moeten eventjes een andere oplossing gaan vinden. En dat is nu nog even een vraag. Wel een zonde van onze tijd om hier achter te komen. Maar ja, helaas. We gaan deze terugbouwen. We laten de spiegel nog eventjes los. Nou, dat trouwens... Deze kan gewoon worden vast. De spiegel kunnen we... zonder deze los te halen, kunnen we die ook weer loshalen. Dus, dat gaan we gewoon doen. Dus ja, dat. Een aantal foliemeters verder... zijn we nu op een punt gekomen... waarbij we eigenlijk alleen de voorbumper nog hoefden doen. Kijk, 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 kijk. Super nice. Kijk, alleen nog een beetje vlekjes en zo. De kleur is echt wel fenomenaal, deze auto. Ik denk dat moeten we nog doen. Deel van het dak trouwens ook nog. Die moeten we nog even doen. Ja, moet je kijken. Dus, alleen nog de voorbumper. Die ga ik nu beginnen. Ik sta er even een timelapse van. Een hele goede dag, dames en heren. We zijn weer vandaag erbij. En we hebben nu het laatste deel wat mij moeten gaan rappen. Dat is namelijk het deel wat ik een foutje heb gemaakt. Ik zal even snel je laten zien waar het foutje zat. Hier. Kijk, hier zat een kreukel. Zo, naar die kant toe. In verband met dat ik de folie van dit paneel zo eroverheen had geschoven. En dat, die was gebold hier. Dus ja, nou, er staat meer stretch op. Als je dat afsnijdt, dan staat er meer stretch op. Kreukelt die terug als je feunt. En... dus die was minder goed. Soepa doepa. Het zit er oprecht helemaal strak op. En het is echt wel een plaatje geworden. Als je het aan mij vraagt. Dus. Oh ja, die kapjes moeten ook nog uitsnijden. Dat doe ik altijd als laatste, maar niet. En straks, als ik hiermee klaar ben. Misschien als ik nog bezig ben, dan komt Lars hier al. Maar als ik hier ben aan het rappen, dan komt zijn neefje uit Duitsland. En die... ik vind het rappen ook helemaal geweldig en et cetera, dus die gaan we ook even introduceren. Gaan we even gewoon mee kloeren. We gaan gewoon lekker bezig met dit paneel en dan is de auto af. En daarbij deze video ook eigenlijk. Dat is heel jammer, maar het is zo. Het is de dag dat we het gaan opleveren, de Seat. En we hebben hem al op de positie staan waar we ook foto's willen maken. Dus ik draai mijn camera nu even om, dan zie je al het effect. Dat is echt absurd. Kijk eens even, kijk eens even. Anja staat er mooi ietsje bij. Kiekzee. Wat vind je ervan? Ja, het is echt super bruut. Dit is nou echt het effect van deze kleur. Ik kan veel zeggen, maar deze kleur is echt, echt top, man. Aan deze kant is het gewoon grijs.
Dat is wel grappig eigenlijk. Dat die met die zon wordt die eigenlijk alweer, krijg je alleen die kleuren te zien. Maar en hoe? Hoe krijg je die kleuren te zien?